Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe online training van de Renza Academy. Vandaag samen met Remea. Daarvoor heb ik in de studio aanwezig Dick. Dick, welkom alvast. We gaan het vandaag hebben over de hybride warmtepompen. Dick is hier gelukkig niet alleen. Achter de schermen zitten Ron Schippers en Jorre van Dijk om al uw vragen te beantwoorden. En dat is nu ook het leuke van het live meekijken van deze uitzending. U hebt de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat kan via de rechterkant van uw scherm. Deze vragen komen bij ons binnen. Die worden behandeld door Ronald en door Jorre. Maar die zullen ook vragen naar de studio komen die we hier dan live gaan behandelen. Dus stel vooral de vragen. We hebben een vol programma, dus we gaan snel beginnen. Dick, nogmaals welkom. Of eigenlijk, je bent er weer, kan ik wel zeggen. In het verleden samen, vorig jaar was dat ook een training verzorgd. Kun je even kort uitleggen, wat is nou het verschil tussen deze warmtepomptraining en de vorige die we samen gedaan hebben? Ja, zeker. Dus inderdaad weer bijna een jaar geleden dat we hier stonden inderdaad. Wat we nu gaan doen is eigenlijk meer een verdiepingsslag even doen. Dus even wat extra dingen nog even behandelen die we toen niet hebben gedaan. Dus dat is iets wat we nu vanavond zeker gaan doen. En ja, laten we eerlijk zijn, hybride, het is natuurlijk een hot item op dit moment. Je ziet dat er enorm veel animo natuurlijk in de markt voor het toestel. Er zijn veel vragen, met name ook om kennis, maar ook vanuit de consument veel de vragen erin. En ja, er is ook wat onduidelijkheid, omdat men heel vaak zegt, ja, maar als je hybride doet, dat is even een tussenstap. Hè, en dan daarna komt nog wel wat anders. Dat is niet zo. Eigenlijk wat je doet, is je hebt een grijze ketel, laten we het even zo zeggen, en dan zit je een groene warmtepomp naast. Met een grijze ketel. Alleen die wordt het termijn nog wel een keer vervangen. En dan wordt het ook een groene ketel. En dan heb je eigenlijk het eindstation al te pakken. Dus het is het begin van het eindstation. Oké, nou, reden genoeg om hier de komende uur mee aan de slag te gaan. We gaan beginnen met het eerste deel van deze training. Aan het bod komt de Elga Ace, de Mercuria Ace. We gaan het hebben over waterzijdig inregelen en de elektrotechnische installatie. Laten we snel gaan kijken naar de eerste video's. Welkom bij de Remea warmtepompen. In eerste instantie is even Elga Ace onder de loep nemen. Hoe kom je aan de naam Elga? Nou, je ziet er staan, hè? Elga is gewoon een afkorting van elektriciteit en gas en dat is hybride. En wat is dan Ace? Ace is eigenlijk ons besturingsplatform. Overal waar Ace in staat, zit hetzelfde besturingsplatform in. Ken je er één, ken je ze eigenlijk allemaal. De cv-ketel bij de hybride geldt natuurlijk als de naverwarmer met een maximale temperatuur tot 70 graden. Die LGE's die kennen met twee capaciteiten, twee vermogens, 4 kilowatt en 6 kilowatt. En de koelmiddel die we gebruiken, dat is het type R32 en het is een split unit, dus je hebt wel F-gas of stack nodig. De directe tegenhanger, of misschien zijn grotere broertje, zou je dat ook misschien wel kunnen gaan noemen, dat is natuurlijk de Mercuria Ace. En Mercuria Ace, we praten over de hybride variant vandaag. Even al lukt, ook een all-electric variant is hierin leverbaar. Maar voor de hybride gebruiken we de cv-ketel als naverwarmen met ook weer een maximale temperatuur tot 70 graden. Alleen, er is een grotere vermogen bijgekomen. Ik heb een 4,5 en 6 miljoen 8 kilowatt. Ook met R32 en ook natuurlijk weer een split unit, dus F-gassen ervoor nodig. Als we die LGE's eens eventjes openen en we gaan binnenin kijken, dan komen we eigenlijk de hardware componenten tegen. De belangrijkste die we zien is de condensor. Eigenlijk het deel waar de warmte wordt aangeleverd vanuit het buitendeel. En die warmte die moeten we transporteren. Daarvoor zit er een circulatiepomp in. En omdat er ook een flow gekeken moet worden, dat er een minimale flow eigenlijk gegarandeerd is, zit er ook een sensor in, zodat je dat straks gewoon op je display kunt uitlezen. Onderin, helemaal in, heb je een open verdeler zitten. En dat is of een 4 kilowatt of een 6 kilowatt variant, afhankelijk van de uitvoering die je gaat bestellen. En bovenin, er zit die specifiek bij de LGE's, daar zit een aansluiting eigenlijk waar de voeding vandaan gehaald wordt voor de buitenunits. Ik ga daar straks ook nog even in het lekkere technisch gedeelte nog even wat meer over vertellen. Ditzelfde gespiegeld, maar dan een Mercuria Ace, dan zie je het volgende. Natuurlijk zit er ook een condensor in, achter die mooie geïsoleerde plaat. Natuurlijk zit er ook een circulatiepomp in. Toevallig zit de flow sensor nu wat hoger, hij zit bovenin, maar de beide componenten die zijn er. Als we kijken naar de open verdeler, we kennen één open verdeler en die kan maximaal 8 kilowatt aan. Dus zowel de 4,5, de 6 of de 8 kilowatt variant is allemaal dezelfde uitvoering. Dus het binnendeel eigenlijk voor 4, 6, 8 is van alle toestellen allemaal gelijk. Maar Mercuria Ace die heeft ook wat extra's. En dat betekent dat onderin, daar zit ook nog een magneetfilter. We willen heel graag een magneetfilter in het systeem hebben, omdat we de condensor natuurlijk vrij willen houden van het magnetiet.
hij is wat groter, hij past erbij in, dus we leveren hem standaard bij mee. Nou, dan heeft hij nog een extra optie en dat is een mogelijkheid om een tweede print in te bouwen waarbij je een tweede zone kunt aansturen. Laten we zeggen de praktijk aan huis, zodat je eigenlijk de woning afzonderlijk van de praktijk aan huis eigenlijk kunt gaan regelen. En dan eens even kijken naar de opstelling voor het systeem. Eigenlijk even helemaal platgeslagen, hoe ziet de installatie eruit? Plat gezegd, de cv-ketel haalt u weg en daarvoor in de plaats komt dus in dit geval de hybride warmtepomp, de Mercuria ACE of de Elga ACE. Dat is ook degene waar de circulatiepomp is. Dat is ook degene die het transport nu gaat verzorgen door de flow door de hele installatie heen. En tot een temperatuur van, afhankelijk van de toestel, maar laten we even voor het gemak uitgaan, tot 50 graden, kan de warmtepomp het helemaal alleen. En daarna is de vraag, cv-ketel, kom mij helpen. Die cv-ketel die staat aan de zijlijn. En de zijlijn, dat betekent ook in dit geval dat die letterlijk en figuurlijk op deze manier erop geplakt is. Hij krijgt vanuit de warmtepomp een seintje, kom mij helpen. De cv-ketel gaat de pomp laten draaien. En dat betekent dat hij een deel van het water eruit haalt. Want, even geschetst, de cv-ketel een delta T van 20 graden. En de warmtepomp, even voor het gemak, delta T 10. En dat betekent dat de helft van de volumestroom eruit gehaald wordt. Die wordt naverwarmd. Die wordt natuurlijk aan de achterkant weer bij ingebracht. En die flow die niet door de cv-ketel heen gaat, die gaat keurig netjes onderlangs. En uiteindelijk zien we dan ook dat aan de achterkant de flow net zo hoog is als aan de voorkant. Alleen de temperatuur nu is dus omhoog gegaan. Zie nog één keer dat dus de plek van de cv-ketel eigenlijk overgenomen gaat worden door de warmtepomp. En dat is natuurlijk wel iets nieuws. Dat betekent ook op een gegeven moment dat je natuurlijk ook met volumestroom wat ziet gaat veranderen. En misschien gelijk wel even een punt van aandacht even hierbij meenemen. Er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, als je kijkt bij een warmtepomp met een delta T van 5, dan gaat die volumestroom een factor 4 omhoog ten opzichte van de cv-ketel met een delta T van 20. Dat is ook zo. Aan de andere kant, als ik kijk de cv-ketel, 24 kilowatt, en ik neem even voor het gemak dat er een warmtepomp voorkomt van 6 kilowatt, dan betekent dat het vermogen van de warmtepomp een kwart is ten opzichte van de cv-ketel. Dus als je dan kijkt, wat voor volumestroom gaat een warmtepomp in de rondte doen en wat deed de cv-ketel, dan komen we eigenlijk tot de conclusie komen dat we dezelfde hoeveelheid water in de rondte pompen. Dus, kortom gezegd, de volumeflow gaat daardoor eigenlijk dus niet direct wat veranderen. Maar goed, ik ga daar straks nog eventjes iets meer over vertellen in het kader met buffervaten en dat is er iets verderop. Hoe ziet dat aan de onderkanten dan uit? Eigenlijk maken we die onderlinge verdeling die er binnenin zit, die maken we een dikkere buis van. Dan heet dat in één keer een open verdeler, een dikke buis met 4 aansluitingen. En die zit dus in de toestellen gebouwd. Ik heb het net op de vorige plaatjes even laten zien. Hoe ziet dat aan de onderkant er dan uit op deze manier? Gewoon 4 aansluitingen. 2 aansluitingen naar het afgiftesysteem, radiatoren, misschien vloerverwarming, combinatie van die 2. En 2 waar je de cv-ketel op aan gaat sluiten. 4 buisjes, dat moet toch lukken om dat aan te gaan sluiten. Dat betekent ook als je die 4 buisjes eronderin hebt staan, dat je een eenvoudige manier hebt om de toestellen eigenlijk aan te sluiten. En een groot voordeel van de ingebouwde verdeler is ook het installeren eigenlijk zonder fouten. Ik heb geen externe sensoren nodig, terugslagkleppen en dergelijke heb je niet nodig. Alles is eigenlijk al voorbereid. En zoals gezegd, je kunt ook heel eenvoudig je warmtepomp, dus hetzij of links of rechts van de cv-ketel plaatsen. Je hebt geen conflict met je leidingen. Installatietechnische aspecten. We gaan kijken naar waterzijdig. Belangrijk aspect is dat een warmtepomp, wat het ook is, all-electric of hybride, dat er altijd een minimale volumestroom moet zijn. Die moet gegarandeerd zijn. Ik moet mijn warmte af kunnen gaan voeren in het hele systeem. En als dat niet lukt, dan betekent over het algemeen gesproken dat er te weinig doorstroming is door de installatie. Probeer dan een goede oplossing te vinden om dat wel voor elkaar te krijgen. Het mooiste zou zijn om een groep over te houden. Misschien dat we vroeger wel gezegd hebben, een vluchtradiator. Zorg dat die volumestroom er inderdaad is. Die minimale volumestroom, die staan in onze technische documentatie. Ik heb ook even aangegeven, 4 tot 8 kilowatt, dan heb je 12 tot 23 liter ongeveer heb je nodig. Kijk in die documentatie wat er echt moet zijn. En als het niet lukt om dat via zo'n groep te kunnen gaan regelen, dan is er een, ik vind het altijd een onelegante manier, maar het is eigenlijk een veerbelaste bypass. Die zet je tussen je aanvoer en je retour. Eigenlijk is het een kortsluiting. Dus eigenlijk is het een ding dat ik zeg van, liever niet, als je hem moet plaatsen, zo ver mogelijk achterin een installatie, niet kort onder het toestel. Dus dat is minimale volumestroom. Maar wat zeker zo belangrijk is, is een vrije systeeminhoud. Ik moet, kost wat het kost, voorkomen dat die gaat pendelen.
Pendelen voor een warmtepomp, dat is funest. En dat betekent, als die dat gaat doen, dan sneuvelt uiteindelijk de compressor. De compressor, als die sneuvelt, is het duurste onderdeel van de hele installatie. En zeker bij zo'n hybride combinatie, dan wordt vaak gewoon de buitenunit wordt uitgewisseld. Dat wil je voorkomen, dat moet je voorkomen om dat te gaan doen. En dat betekent dat je soms een buffervat moet gaan toepassen, omdat die toch die minimale looptijd van 5, eigenlijk liever 10 minuten, dat die moet kunnen garanderen. En dat kan met een buffervat. Ga ik zo meteen nog even meer over vertellen. Maar dat buffervat, dat is ook nog een tweede punt. En dat betekent dat rond de vorstperiode hebben we een hoge vochtigheid. En een hoge vochtigheid betekent dat we temperatuur uit de lucht nog verder laten dalen en dan gaat die verijzen. Op het moment dat die verijst, moet die ontdooid worden. Dan gaat hij eigenlijk eerst doen, gewoon met zijn ventilator. Stopt het hele systeem, ventilator blijft draaien. Misschien is de luchttemperatuur nog voldoende om te kunnen ontdooien. Als dat niet lukt, gaat hij het proces omdraaien. Dan wordt het eigenlijk een koelmachine en dan trekt die warmte uit de installatie. Haal je 1 minuut of 10 warmte uit een vloerverwarmingssysteem, geen probleem, dat gaat wel goed. Maar haal je 10 minuten uit een plaatradiator je warmte en dat gaat een paar keer over per uur gaat dat gebeuren, dan ga je dat merken. En op dat moment is het zeker ook een aanzaam om het in een buffervat te gaan doen. Nou, nu je het toch over een buffervat hebt, hoe kun je die buffervaten dan plaatsen? Het makkelijkste, en dat is op het plaatje ook aangegeven, zie je eigenlijk dat de serieel wordt geplaatst. In de retour. Eigenlijk het vergroten van je leiding, dat is het enige wat je daarmee gaat doen. Daarmee kun je ervoor zorgen dat hij, als hij zijn warmte in zijn installatie niet kwijt kan, dat hij dat vat eigenlijk nog op kan warmen. Hoe groot moet zo'n vat dan zijn? Neem een vuistregel, ongeveer 5 liter per kilowatt. Heb ik een 4 kilowatt of een 6 kilowatt, gaat het om 20 of 30 liter? Nou, je ziet een plaatje ernaast staan. We hebben vaten van 25 liter en 9 van de 10 keer kan je die gebruiken. Maar er zijn ook systemen dat of het systeem wat erachter zit, het afgiftesysteem, eigenlijk ondoorgrondelijk is door wat er in de loop der jaren allemaal gebeurd is. Of er is iemand die zegt, ja weet je, ik wil nog veel meer met mijn installatie gaan doen. En je ziet ook het fotootje wat ernaast staat, dat het buffervat bij ons eigenlijk heeft 4 aansluitingen. En die zou je, alle 4 zou je die ook inderdaad kunnen gaan gebruiken. Als je die 4 gaat gebruiken, wordt het een soort open verdeler. Laten we zeggen een soort schakelvat wat je gaat nemen. En dan ben je veel minder afhankelijk van de installatie. Hoe ziet het er dan uit? Als de warmtepomp gaat draaien, de warmtepomp, in ieder geval de circulatiepomp. Het enige wat die doet, is het vat eigenlijk op temperatuur brengen. Maar om die warmte natuurlijk wel in mijn installatie te kunnen krijgen, heb ik wel een extra installatiepomp erbij nodig. En die installatiepomp, die kan bij wijze van spreken wel veel minder capaciteit verpompen als dat via de warmtepomp gaat. Je ziet ook op de animatie dat eigenlijk de warmtepomp het balletje sneller loopt als het afgiftesysteem. Je kunt eigenlijk delta T5, delta T20, kun je eigenlijk op deze manier een beetje scheiden van elkaar. En hoe groter dat je dat vat zou kunnen gaan maken, hoe meer dat je kan. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, ik heb een pelletkachel en ik zou eigenlijk die warmte wel willen gaan gebruiken. Ja, dan moet je zo'n vat wat groter gaan maken. En er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, ik heb heel veel PV-panelen. Ik wil eigenlijk daar wel een elektrisch element bij inbouwen. Dat als ik overschot aan energie heb, dat ik het niet teruglever, maar dat ik dat in zo'n vat doe. Hou er rekening mee als je dat wil, dat je vaten natuurlijk groter moeten worden. Doe je het simpel zoals ik het hier daad, kun je ongeveer vanuit gaan in een kleine standaardinstallatie, dat je met een 50 liter vat eigenlijk zou kunnen beginnen. Maar nogmaals, wil je meer, zul je naar grotere water moeten gaan. Dus al met al een installatie die anders is, maar het kost wat meer geld. Eén belangrijk aspect. Pas geleden heb ik een keer een vraag van iemand gekregen. Kan ik mijn cv-ketel aan de achterkant van dat vat zetten? Nee, want de hydraulische verdelers die zitten natuurlijk in de warmtepomp. Daar moet alles op aangesloten worden. En dat betekent dat aan de primaire kant van het vat, daar komt de warmteopwekker te staan. En dat afgiftesysteem zit aan de secundaire kant. Installatie technisch. Een paar zaken die even eruit het oog springen en waar we vragen over krijgen. Waar moet het expansievat komen? Het expansievat altijd in de retour van de installatie. Dat is hier niet anders. En soms moet je hem, als je hem afkoppelt, dus eventjes verplaatsen, dat hij weer juist op de retour van de installatie wordt aangesloten. Een ander punt is dat bij de LGE's, daar leveren wij een filter bij mee. Maar eigenlijk hebben we liever dat er een magneetfilter wordt geplaatst. En dat betekent ook dat als je dat doet, moet je één van beide filters, die moet je inderdaad gaan plaatsen. Het voorkeur het magneetfilter is een optie, moet je erbij bestellen. Maar sowieso, als je die niet gaat gebruiken, de filter meeleven die wij standaard bij het toestel meegelegd. Houd die magnetiet eruit, zodat die condensor niet magnetiet vervuild gaat worden. Als je hem moet uitbouwen, heb je stek, heb je F-gassen nodig. Pas op, hou hem in de gaten. Het buffervat heb ik al even genoemd. Ik heb hem hier getekend in de retour, maar nogmaals, het kon dus ook eventueel een schakelvat zijn.
Ik heb ook de druk overstootregelaar nog even ingetekend. Ja, ik heb maar één radiator, maar zet hem dus als je hem gaat gebruiken zo ver mogelijk in de installatie. En last but not least, ondanks dat er een hydraulische verdeler in zit, moet je soms een keerklepje plaatsen. En dat is onder andere bij een Remea-ketel, de Calenta CW6, want daar zit geen driewegklep in. En daar zou een ongecontroleerde stroming kunnen ontstaan. En als je intergastoestellen tegenkomt van het bouwjaar voor 2022, dus voor dit jaar gezien, dan moet die er ook in. Vanaf dit jaar heeft Intergas Standaard de terugslagklep al ingebouwd zitten en hoef je het dan niet meer te gaan doen. Even een paar kleine punten die daarbij zitten. LGA is als voorbeeld genomen. Hoe ziet het eruit als we naar de Mercuria ACE kijken? Ja, daar zit geen magneetfilter en dergelijke meer bij. Waarom niet? Die is ingebouwd, dat hebben we net gezien. Dus die hebben we hier in dit geval hebben die niet nodig. Installatieaspecten. Even de elektrotechnische kant bekijken. Je moet altijd een buitenvoeler aansluiten. Die buitenvoeler die wordt meegeleverd. En die buitenvoeler die wordt aangesloten op die ACE-automaat. Ik heb even dat grijze vlakje erin gezet. En je ziet daar inderdaad ook even aangegeven buitenvoeler T-out. Daar wordt die op aangesloten op de klemmenstrook van de ACE-automaat. Dan hebben we natuurlijk thermostaten. En we kunnen gebruik maken van de Airbus. Daar is ook een aansluiting, die is altijd groen zoals jullie willen weten. Daar staat ook bij Airbus, daar sluit je de thermostaten sluit je daarop aan. En dat kan inderdaad dus inderdaad een e-twist zijn. Dat kan eventueel een open thermoregelaar zijn. En dat zou eventueel ook zelfs nog een aan-uitregeling kunnen zijn. Alleen de vraag is altijd, wat is de beste? En niet omdat het nu toevallig een Remea-product is, maar als je gaat kijken dan zie je echt dat de e-twist de beste is. Waarom? Een e-twist is geen kamerthermostaat. Een e-twist is een afstandsbediening. En door middel van die afstandsbediening ga je die ACE-automaat die ga je herprogrammeren. Dus eigenlijk ga je parameters op die ACE-automaat die ga je verzetten. Komt er dus een warmtevraag, is de direct het eerste stap waar eigenlijk dus de informatie vandaan komt. Dat is de allerbeste regeling. En ik vraag dan altijd, en ik denk dat ik een aantal van u dat misschien wel eens eerder heb gevraagd, wat is dan een goede tweede? Is dat open term of is dat aan-uit? En heel vaak horen we dan dat open term een hele goede tweede is. Ik heb hem ook in deze volgorde gezet. Niets is echt de minder waar. Dat betekent eigenlijk dat aan-uit beter is als open term. En waarom? Door die buitenvoeler die erop zit, moet je een stooklijn instellen. Dat wordt automatisch bij de inbedrijfstelling wordt dat gevraagd. En als je nu je warmtevraag kijkt, is het heel simpel. Hoe warm is het buiten? Wat voor watertemperatuur gaan maken? Misschien 35 graden. Maar open term is ooit ontwikkeld voor de cv-ketel met radiatoren. Iemand komt thuis, het is 19 graden, die wil 20,5. Die gaat 1,5 graden de temperatuur omhoog zetten en die wil warmte voelen. Wat doet dan die regelaar? Die regelaar die zegt, kom, we gaan 65 graden water maken, want ik wil zo gauw mogelijk wat stralingswarmte uit die radiator krijgen. En dan zie je 65, 60, 55 en uiteindelijk komt die misschien wel weer op 35 graden terecht. Maar die begint hoog en die gaat naar laag. En dat is de killing van een warmtepomp. Kun je dan überhaupt helemaal niet met open term uit de voeten? Jawel. We hebben onze Remea iSense ook in het schemaatje opgenomen. En die kun je ook als weersafhankelijke regelaar inzetten met een ruimtetemperatuurcompensatie. Zou dat kunnen met een open term regelaar, dan is er een alternatief. Maar de aan-uit is nog steeds de mooiere variant. Dus deze volgorde is eigenlijk de beste die er is. En als die LGE zit dan niet meer redt, want die kan tot 55 graden temperatuur maken, dan zit die CV-ketel, jij moet mij nu gaan helpen. Maar dat wordt vanuit de LGE's wordt dat geregeld. En dat betekent dat we eigenlijk iedere cv-ketel kunnen aansturen met aan-uit. Je ziet ook in die print boven aangegeven dat je dus op een ander printje linksboven in het toestel terechtkomt, waarbij eigenlijk staat gewoon on-off. En dat betekent gewoon een aan-uit signaal vanuit de open term. Alle ketels kun je aansturen, maar ja, waar staat de regeltermostaat op? Meestal tijd op, ik hoop 70 graden, maar sommige zelden wel op 80. Dan wil die dus een vrij hoge temperatuur gaan maken. En dus is er een betere methode en dat is open term. Open term is een warmtevraag genereren. En die zegt, kom, we gaan 60 graden water maken of we gaan 62 graden water maken. En uiteraard is dat natuurlijk de beste keus. En op dit moment kunnen we gewoon zeggen dat alle toestellen die nu op dit moment in de markt zijn, die ook hangen daarmee, kun je met open term aansturen. Dus op deze manier, en nogmaals eventjes boven in de print aangegeven, waar zitten dan de aansluitingen? Dit is LGE's. Als je dat exact even spiegelt en we gaan kijken naar Mercuria ACE, dan zie je eigenlijk één heel klein verschil. Daar sturen we alleen met aan-uit de cv-ketel aan en niet meer met open term. En dat heeft ermee te maken
dat de mercuria-ijs tot een maximale temperatuur van 60 graden het zelf al kan doen. En dan die laatste 10 graden naar 70 graden, dan brengt niet zo heel veel verschil meer of je het met aan-uit of met open term doet. Dus vandaar alleen de aan-uitregeling. Een ander belangrijk aspect, we moeten wel even in de installatie gaan kijken. Ik zei straks al, de LGA's voedt vanuit het binnendeel het buitendeel. Dat zie je ook in dat plaatje gebeuren. Vanuit het binnendeel een kabeltje en die gaat via een werkschakelaar, overigens die leveren wij niet, hè, dat is gewoon een extern product wat je doet, wordt die aangestuurd. Dat betekent wel dat zo'n buitenunit, die moet op een C-automaat worden aangesloten. En alle installatieautomaten die wij in de woning kennen zijn B-automaten. En dat betekent ook dat je dus wel een speciale groep daar moet van gaan maken om het dus aan te mogen sluiten. Dat betekent de 4 kilowatt, die krijgen we met een stekker. Die mag nog gewoon in een stopcontact. Maar pas op, het moet wel een C-stopcontact zijn in dit geval. En als je 6 kilowatt doet, dat heeft puur te maken dat die 13 ampère uit het systeem gaat trekken. Nou, dat mag niet met een stekker. Dan moet je een vaste aansluiting maken en krijg je een tweede werkschakelaar te staan. Dus dit is de situatie als je over LGA's praat. Mocht dit natuurlijk even een probleem zijn, zeg je, ja, dat wordt voor mij lastig. Alternatief wat erbij zit, is de mercuria-ijs. Want de mercuria-ijs wordt regelrecht vanuit de groepenkast gevoed met een eigen voeding naar het buitendeel toe. Dat moet de C-automaat zijn. En dat betekent gewoon dat het binnendeel gewoon in een normaal stopcontact, B10 zou in principe al voldoende zijn. Ik heb even B16 genoemd. Daar kan die daar gewoon kandidaat mee lopen. Hoef je daar eigenlijk niks meer aan te doen. Dus hou hem even in het achterhoofd. Dat zijn wel twee dingen die even natuurlijk daarmee spelen in de praktijk. Duidelijk verhaal, Dick. Mooie goede video's. Iets wat mij opvalt. Er was gesproken over een magneetfilter. Kun je een ingebouwd magneetfilter, kun je daar wat over vertellen? Ja, dat ingebouwd magneetfilter is ja en nee, beide. Ja. Je zag inderdaad bij de Mercuria Ace dat we daar op een gegeven moment als optie eigenlijk dat ingebouwd hebben zitten. Want dat is een grotere toestel. Het is binnenwerkers wat groter. En daar was ruimte om dat in op te nemen. Alleen die Mercuria Ace is na de LGA's gekomen. De LGA's was er eerder. En daar hebben we juist ingestoken dat het moet heel compact zijn. Want je hebt niet veel ruimte daar, dus je moet er natuurlijk wat mee doen. Dus uiteindelijk gezegd, joh, van ja, die is zo compact. Wij leveren daar alleen een kraan mee met een groffilter. En dan die bestanden als accessoire een magneetfilter. En dan heb je dat groffilter heb je niet nodig. Gelukkig, wat we zien, is dat het overgrote deel altijd wel de magneetfilters nu meebestelt bij dat geheel. Dus dat is een hele positieve reactie, want heel simpel, je wil je magnetiet niet in die condenser hebben zitten, want als het misgaat, ja, dan moet je hem uitwisselen. Dan heb je F-gassen nodig en ja, dat is even wel het struikelpuntje. Oké, okay. We gaan eens even kijken of er een kijkersvraag binnen is. Als u kijkersvraag blijf hem vooral zenden. Er is een vraag over of de toestellen ook omgebouwd kunnen worden naar all-electric. Ja en nee. Ja, precies. Als ik heb LGA's, is alleen een hybride variant. Dus die ken ik niet als all-electric. Dus als je hem op zou willen bouwen, dan is dat helemaal geen optie. Dat zou wel kunnen in theorie met een Mercuria Ace, want die kennen we in beide situaties. Maar er zit wel een maatje bij. Als je kijkt naar een hybride en je kijkt naar de vermogen wat je selecteert in de hybride combinatie, is dat ongeveer zeg maar, zo'n 30-60% van je transmissieverlies van je woning. Als je naar nieuwbouw gaat, dan wil je kiezen tussen de 80% en de 100%. Dus in theorie betekent dus dat die warmtepomp dus eigenlijk aan de kleine kant is. En dan hoor je wel eens dat mensen zeggen, weet je wat we gaan doen? Dan kopen we vast een grotere warmtepomp, want dan zijn we vast voorbereid en dan kunnen we straks vanaf. Pas op, want dat betekent als jouw warmtepomp te groot is, dan heeft hij moeite mee om juist in de beginperiode om zijn warmte kwijt te kunnen. En dat mag niet, want hij mag niet pendelen. Gaat hij pendelen, dan sneuvelt uiteindelijk de compressor van het verhaal. Daar bijna veel verder vanuit, want dan kost het nog veel meer. En dan hoor ik wel eens de mensen zeggen, ja, maar ik snap het niet. Als ik wel eens brochures erop naast sta, en dan moet ik bij wijze van spreken, neem ik een PVT-leverancier, dan zie je keurig dat je bijstaat. Ja, daar kun je mee beginnen. En dan later kun je over naar all-electric. En wat zie je dan stiekem? Dat er eigenlijk nog een binnenunit, nog een tweede binnenunit bij wordt geplaatst. Nou, die optie kennen we natuurlijk niet in die combinatie met een buitendeel. Nou lukt dat inderdaad niet. Dus kort gezegd, wil je hem ombouwen erin zitten, daar zijn best wel een heleboel restricties. En zeker niet onbelangrijk, jouw afgiftesysteem moet ook die hele lage temperatuur natuurlijk aankunnen. Ja, nou, een goede vraag. Oké, we gaan verder met de volgende video. Kun je aangeven waar we naar gaan kijken? Jazeker. Ja. We hebben het al gehad, buitendeel, dat noemden we net eigenlijk al. Nou, we gaan eens even kijken, als je een buitendeel gaat plaatsen, van waar moet je dan op letten? En het eerste deel omgeven, dat zal ook even de handreikingen zijn, hè, van waar moet je op letten?
En om daar iets meer show aan te geven, hebben we eigenlijk ook een praktijkvideo er even achter gezet. Bij een van onze eigen collega's, waar ook de destijds gegeven LGE's geplaatst is. Daar laten we even heel netjes even zien van wat kom je eigenlijk allemaal tegen. Dus daar gaan we even naar kijken. Oké, mooi. Installatieaspecten, even een stukje kijken richting het buitendeel. Maar daar is best wel heel veel over te vertellen. De buitenunit heeft twee soorten geluid. En dat is eigenlijk het belangrijkste aspect waar we hiermee te maken hebben. Is dat laagfrequent geluid of het afstralingsgeluid van de ventilator? Laten we even kijken naar het laagfrequent geluid. Laagfrequent betekent één ding. Voorkom contact. Belangrijk. Gebruik een zware constructie. Dus geen vlodder muurtje, zeg ik gekscherend wel eens. Gebruik eventueel nog trillingsdempers. En die drie dingen even met elkaar, dat is belangrijk om dat te weten. Als ik kijk op het diaatje, dan zie je daar een wandbeugel staan. Die wandbeugel hebben wij vrij kort vanaf het begin een extra twee zakjes erin gestopt. En de eerste zakje, daar zitten Phoenix-pluggen in. Rubberpluggen die je eerst in de muur monteert en daar de beugel op aansluit. In het begin deden we dat niet. Dan werd die gewoon met keilboten in de muur vastgeschroefd. Nou, dan heb je natuurlijk geen enkele demping. En de tweede, als je dan kijkt naar waar de buitendelen op komen te staan, zitten van die kleine zwarte schijfjes zitten eronderin, haal die eraf en doe daar inderdaad de meegeleverde trillingsdempers op. Dan heb je de machine akoestisch geïsoleerd van de beugel en de beugel akoestisch geïsoleerd van op de muur. En als het dan ook nog een muur is van voldoende sterkte, dus met andere woorden, ik denk even aan steen, ik denk even aan beton, dan heb je het perfect voor elkaar. Is het een houten wandje? Ja, kansloze missie zeg ik meestal. Dus pas op, belangrijk. Maar soms moet hij niet aan de muur, soms moet je hem zetten. En dan moet je hem altijd op van die opstelbalken zetten. Ook wel Bigfoot genoemd in de praktijk. Want hij moet een bepaalde hoogte hebben, zodat in de winter de boel natuurlijk niet onder sneeuwt. Als we sneeuw krijgen in Nederland. Maar denk ook even aan het aanvriezen van condenswater wat eruit komt. Dat er geen contact komt tussen de bodem en de onderkant van de machine. Want uiteindelijk is ijs heel sterk en drukt hij de hele zaak los van de bodem. En dat moet je niet willen. Dat is een belangrijk punt. Kom je op een situatie dat je denkt, ja, ik moet hem ergens op een dak zetten, maar vertrouw er niet helemaal. Kun je nog extra trillingsdempers gebruiken? Dat zie je ook bij wijze van spreken op het tweede plaatje van links. Maar dat hele plaatje van op de linkerkant staat, dat is misschien wel een hele mooie. Dat is een houten dak. En de installateur is heel goed nagedacht. Die zegt, joh, luister eens, ik moet met massa, kan ik eigenlijk dat laagfrequent wegdempen. Wat heeft hij gedaan? Hele zware betontegels gepakt. Die heeft hij daar keurig opgestapeld. Op inderdaad netjes aan de onderkant beschermd tegen het dak. Bigfoots erbovenop. Daarbovenop nog extra trillingsdempers en toen de machine erop. Wat zit daaronder? En ik heb er ook boven de onderste regel staan. Dat staan wij liever niet aan of op een verblijfsruimte. Hier zit een woonkeuken onder. Maar ja, een woonkeuken, daar is altijd wel wat geluid. Achteraf bleken dat hier mensen in zaten die graag mochten lezen. Krantje lezen, boekje lezen, geen radio, geen televisie, dus stil. En het op een bepaald moment zegt iemand tegen, hey, hoor ik nou dat buitendeel? En als je dat hebt, dan ga je focussen en dat betekent dat eigenlijk dat het op je af gaat komen. Dat betekent ook dat we eigenlijk hier de installateur ook het advies hebben gegeven. Eigenlijk zou je hem moeten verplaatsen. Hij zegt, ja, maar dit nou, dat is er wat. Ik zeg, maar wat zit hier dan aan het eind van dat dak, een paar meter verderop? Ja, dat was een bijkeuken. Ik zeg, hij heeft het beter daar niet kunnen zetten. Ja, ja, moet ik hem daar weghalen? Ik zeg, ja, ik zeg, maar buiten dat verhaal, ik zeg, je hebt nog een ander klein foutje gemaakt. Hij zit veel te kort op die dakpannen die erachter staat. Mag er inderdaad wat sneeuw komen en dat schuift naar beneden toe, dan hoopt ze dat op achter de machine. En dan kan die natuurlijk helemaal niet meer werken. Nou, zo'n verleidinglengte zat er niet in. Lang vooral kort maken hem. Hij is uiteindelijk eerst die verplaatst, iets naar voren gezet in het hele systeem en iedereen happy. Kijk dus even goed van tevoren wat je doet en neem deze dingen die ik hier genoemd heb, houd die gewoon eventjes bij de hand. Dat is die kant. Maar dan gaan we naar de buren. Oh nee, we gaan eerst nog een ander ding doen. Want bereikbaarheid wordt bijna niet over gesproken, maar hij heeft wel een keer service en onderhoud nodig. Waar staat hij dan? Op zo'n dak? Prima, kan ik erbij komen. Aan de muur, op de tweede etage, in een dakopbouw, hoe kom ik daarbij? Hou even rekening mee dat zo'n buitendeel onderhoud nodig heeft. Dat je er wel weer bij kan in de komende jaren. Dus belangrijk om dat even mee te nemen. Nou, dan naar de buren toe. Er is vanaf 1 april vorig jaar natuurlijk een wet in het leven geroepen die zegt, joh, maximaal 40 dB op de erfgrens. Heb je eventueel nachtreductie, dat hebben wij allemaal, mag je overdag 45 dB doen. En het mooiste is dat je de machine vrijstelt in het open veld. Eigenlijk gezegd, het geluid kan naar links en naar rechts, het kan naar voren en naar achter en het kan omhoog. Eigenlijk een soort halve bol waar het geluid heen kan. Heb je het minste geluid? Ah, dat kan niet. Nou, misschien staat er wel een vrijstaand schuurtje bij huis waar die op kan. Dan heb je het eigenlijk al gecreëerd. Maar natuurlijk is het meestal zo dat we zeggen, nou, we gaan er maar een muurtje achter zetten. En een muurtje erachter betekent gewoon tegen de woning aan. Maar ja, als er een muur achter komt te staan, kan het geluid niet meer naar achteren.
dan gaat al het geluid natuurlijk voor het grootste gedeelte naar voren toe. Eigenlijk wordt die halve bol, dat wordt eigenlijk gehalveerd, dat wordt een kwart bol. En dat betekent op zo'n moment dat het geluidsniveau met 3 dB omhoog gaat. Zeg mij niks 3 dB. Maar 3 dB in een geluidsaspect betekent wel ten opzichte van het eerste plaatje gezien dat dat bijna een verdubbeling is van het geluid. En dat is al best heel veel. En dan komt die bewoner zelf nog. En die zegt, meneer, ik vind dat helemaal niet zo mooi zoals die eruit ziet. Mag die niet in het hoekje staan? Ja hoor, we hebben nog een hoekje van de woning, dat kan ook. Maar ja, dat betekent dat je 2 muren eromheen zet. En eigenlijk, Gijs Gerrit zeg ik wel eens een keer, en dan krijg je weer dat megafooneffect. Als je dan erin praat, dan staat iedereen, wat nou dat lawaai. Maar haal die toeter eraf, je hoort bijna niks meer. Als je hem in een hoekje zet, gaat het geluid nog een keer met 3 dB omhoog. En dat betekent dat 6 dB ten opzichte van de eerste situatie. En dat betekent, als je dit eens weet, is er eigenlijk maar één remedie. Probeer hem zo vrij mogelijk op te zetten. En als je op een gegeven moment kijkt, pak dan ook de uitblaaszijde niet richting de buren, maar probeer hem zoveel mogelijk naar de vrije kant te doen. Zeker aan de zijkant van de woning zie je dat nog wel eens staan. Dan zeg je ja, naar de buren toe of bij wijze van spreken naar de straatkant. Doe naar de straatkant. Dan heb je er gewoon minder last van. Dat zijn dingen. En dan kom je natuurlijk situaties tegen, ja, dat kan ik hier eigenlijk niet helemaal uithalen. Dan is er maar één optie. Dan moet je naar de rijksoverheid.nl gaan. Daar staat het rekentool geluid voor buitenopgestelde warmtepompinstallaties. En ik heb daar ook een fotootje bij gedaan. Dat is in de handleiding die erbij zit. Daar kun je exact jouw situatie ingeven. Komt wat kennis bij kijken om hem in te vullen. Maar dan krijg je wel exact op de erfgrenzen te zien wat de geluidaspecten zijn. En dat is een bindend verhaal. Dus als blijkt dat je dan binnen je norm zit, goed bewaren als de buren ooit komen. Kan je hem laten zien. Zeg, kijk eens, het klopt wat hier allemaal in staat. Wij voldoen aan de eisen. En als hun dan zeggen, ja, dat vind ik niet. En dan moet je een akoestische firma in de arm nemen en dan moet je gaan meten. En als dan blijkt ook even dat jullie kloppen, ja, dan hebben de buren een schadepost. Als blijkt het niet zo is, dan is het omgekeerd natuurlijk uiteraard. Dus houd daar even rekening mee. Nogmaals, rijksoverheid.nl, daar kun je het officiële rekentool vinden. We hebben een productdatablad / ontwerphandleiding van alle toestellen die we leveren. Daar staan de meeste handreikingen staan erin die je nodig hebt om het installatiegedeelte te kunnen laten doen. Kijk even op de website bij ons onder het artikel wat je graag wilt hebben en dan kom je daar vanzelf terecht. De buitenunit moet altijd geplaatst worden op een geschikte locatie. Maar wat is nu een geschikte locatie? Iedere buitenunit heeft een gewenste minimumafstand tot een muur. Zorg ervoor dat deze afstand altijd aanwezig is wanneer je de unit plaatst. In de installatiehandleiding vind je een helder overzicht van deze afstanden. Het condenswater van de buitenunit mag niet op de grond onder de unit blijven liggen. Zorg er daarom voor dat de buitenunit zo geplaatst wordt dat het condenswater direct afgevoerd wordt. Bijvoorbeeld door de unit boven een grindbed te plaatsen. Gebruik bij de plaatsing ook altijd geschikte trillingsdempers om geluidsoverlast te voorkomen. Nadat de buitenunit is geplaatst, kan worden gestart met de elektrische aansluitingen. Als eerste wordt de voedingskabel getrokken en wordt de werkschakelaar gemonteerd. Vervolgens wordt de elektrische aansluiting tussen de LGE's en de buitenunit gemaakt. Let op, hierbij worden slechts 4 connecties gebruikt. De 2 linkerconnectoren worden niet aangesloten. Als laatste plaats je de buitenvoeler. Deze sluit je later op de LGE's aan. Bekijk de ideale locatie voor de plaatsing van de buitenvoeler in de documentatie. Nu worden de koude middelleidingen tussen de buitenunit en de LGE's aangelegd. Nadat de juiste koppelingen aan de koude middelleidingen zijn gesoldeerd of gekrompen, kun je de leidingen op de buitenunit aansluiten. Zodra alle aansluitingen aan de buitenunit zijn afgerond, ga je verder met de binnenunit. De LGE's wordt altijd in de buurt van de ketel geplaatst. Let bij het kiezen van de geschikte locatie ook goed op de hydraulische aansluitingen. Om de LGE's op te hangen, verwijder je eerste achterplaat. Gebruik deze plaat als mal om de positie van de gaten af te tekenen op de wand waar het toestel opgehangen wordt. Nu kunnen de gaten geboord worden. Voorzie deze daarna van pluggen en schroef de achterplaat vast aan de muur. De LGE's kan nu worden opgehangen en bevestigd aan de achterplaat.
Verwijder als eerste de blinddoppen van de LHE's. Controleer daarmee of het systeem dicht zit. Vervolgens maak je de koude middelaansluitingen aan de LHE's. Vergeet daarbij niet de pakking tussen de LHE's en de koude middelleiding te plaatsen. Zodra de koude middelleidingen zijn aangesloten, kun je om efficiënt te werken vast het koude middelcircuit afpersen. Bekijk hiervoor ook de video in bedrijfstelling. Vervolgens wordt het CV-systeem afgetapt. Neem hiervoor eerst de warmtevraag weg van het systeem via de thermostaat. Nu kan het CV-systeem worden afgetapt. Nadat het CV-systeem leeg is, kan worden gestart met het maken van de hydraulische verbindingen tussen de ketel en de LHE's. Vergeet daarbij ook niet om een vuilfilter te plaatsen. Dit voorkomt uiteraard dat er vuil vanuit het CV-systeem in de LHA komt. Nadat het vuilfilter is geplaatst, kunnen de kranen worden opengedraaid. Nu alle hydraulische aansluitingen zijn gemaakt, kan er gestart worden met het maken van de elektrische aansluitingen tussen de LHE's en de buitenunit. Als eerste wordt de voedingskabel aangesloten op de LHE's. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt deze van spanning voorzien. Vervolgens worden de LHE's en de CV-ketel op elkaar aangesloten. Verwijder hiervoor eerst de aansluiting van de thermostaat op de CV-ketel. Op dezelfde Airbus connector waar eerst de thermostaat zat, wordt nu de connectie met de LHE's gemaakt. Leid de kabels voor de LHA via de kabelbinders die aan de binnenzijde zijn geplaatst. Dit zorgt voor een goede en storingsvrije kabelloop. De aansluiting voor de CV-ketel wordt bij voorkeur op de LHE's gemaakt via de Open Therm connector. De buitenvoeler wordt aangesloten op de Temp Out connector. Als laatste wordt de thermostaat aangesloten op de LHE's. Gebruik hiervoor ongeacht het type thermostaat de Airbus connector. Indien er een nieuwe thermostaat geplaatst moet worden, is dit ook het moment om dat te doen. Dick, we hebben een aantal vragen binnengekregen naar aanleiding van de video. Een van de vragen is, hoe universeel is nou eigenlijk de hybride warmtepomp? Kan die naast iedere ketel zo geplaatst gaan worden? Of? Ja, dat is in principe is dat mogelijk. Dat betekent eigenlijk, je moet dus de combinatie kunnen maken, dat ze samen kunnen werken. En de hybride warmtepomp heeft mogelijkheden met een aan-uitcontact de cv-ketel eigenlijk te vragen van kom bij me helpen. En iedere cv-ketel in Nederland die hangt of staat, maakt op zich niet uit hoe oud die ook wezen mogen, die kun je met aan-uitkeur die aansturen. Dat is bij de LHE's hebben we daar nog één klein stapje bij van bovenop gedaan. Want daar kun je zelfs ook nog ervoor kiezen om een ketel modulerend aan te sturen via open term. Dus ketels die met open term aangestuurd zouden kunnen worden, die kun je ook nog via de LGE's met open term zelfs aansturen. Dus dat kan, er is geen enkele restrictie. Nee, er zijn alle mogelijkheden ja, dus wat dat zeker. Betreft. Even kijken aan de andere vraag. Sommige kijkers willen graag meer weten over afmetingen en gewicht ja. van de pomp. Dat is niet de eerste vraag die daarover binnenkomt. Nee, dat is wel. We zien natuurlijk een aantal dingen onder de ontwikkeling in de markt op dit moment. En je ziet ook dat inderdaad op een gegeven moment de binnendelen die zijn weer klein en de buitendelen juist daar worden weer wat groter. Dus ik ga even een paar dingen hier zo bij de handen even wat te schetsen. Mercuria is LGA is. We hebben het plaatje wel gezien, Mercuria is natuurlijk groter. Die is 77 centimeter. En als je dan kijkt naar de LGA is, dat is 49. Dus hij is inderdaad wel een heel stukje kleiner. Als je kijkt naar de breedte, 45 centimeter voor de Mercuria, 27 voor de LGE's, dus ook dat weer. En als je kijkt naar de diepte, 41 centimeter ten opzichte van 22 centimeter. Maar dat is ook een van de redenen dat het zo klein is, dat ook dat magneetfilter er dus niet in past. Ja, dus je hebt de keuze eigenlijk om dat te gaan doen. En dan natuurlijk uiteraard het binnendeel. Qua gewichten valt dat best wel mee. Als je kijkt op een gegeven moment dat de Mercuria E's ongeveer een pakken beetje 30 kilo is. En bij de LGE's natuurlijk wat kleiner is dat ongeveer 18 kilo. Dus dat scheelt nog wel. Ik heb ook de buitendelen maar even meegepakt. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje wat de meeste mensen zeggen. Daar gaan natuurlijk wel veranderingen in komen. Dan zie je eigenlijk dat bij de LGE's hebben we natuurlijk 4 en de 6 kilowatt. Daar hebben we ook twee verschillende buitendelen voor staan. De maximaal nog even met 45 kilo. Maar als je dan naar de Mercuria E's gaat, dan zit die op 54 kilogram. Dus die worden weer wat zwaarder. Dus hier is een nieuwe ontwikkeling, dus het wordt even allemaal net even wat groter. Ja, oké, okay, mooi. Even kijken, dan hebben wij twee vragen binnengekregen die gaan over compressoren. Ik zal er daar eentje even van voorlezen. Goedenavond, ik hoor steeds dat pendelen zo'n probleem kan vormen.
worden er dan geen modulerende inverter-compressoren toegepast? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, uiteraard is dat zo, dat alle toestellen die we hebben, al die warmtepompen, die hebben het inderdaad inverter-compressoren, oftewel heel simpel gezegd zijn modulerende compressoren die erin zitten. Dus net als met een cv-ketel, vermogen kan dus inderdaad keurigjes kan dat naar beneden toe gaan. Maar er zitten wel een paar restricties natuurlijk aan. En een van de dingen wat je natuurlijk ziet, is dat de warmtepomp, die moet eigenlijk een minimale looptijd hebben. Als die eenmaal in bedrijf komt, dan moet die minimaal 5, liever eigenlijk zelfs 10 minuten, moet die zijn warmte kwijt kunnen. En als ik dan een heel klein groepje heb, één klein radiatortje wat daarin zit, ja, dan zit daar zo weinig volume zit daarin, dat dat uiteindelijk omgeven op het laagste niveau eigenlijk tot een panelgedrag gaat leiden. Nou, zo'n situatie, die moet je natuurlijk voorkomen, want dat schadet je compressor, dat wil je niet. Dus dan moet je op die manier moet je zorgen dat er een buffervaatje tussen komt te zitten. Dan ga je eigenlijk het volume even iets vergroten, zodat die warmtepomp rustig op een gegeven moment zijn warmte daarin netjes op kan slaan. En dat blijft keurig in het vaatje zitten. En op het moment nodig is op een gegeven moment haalt het voor het systeem er ook weer uit. Dus ja, het is een inverterbedrijf, het is een modulerende warmtepomp, maar ook die heeft natuurlijk een ondergrens. Dan gaan we nu eens verder met de installatie. Ja, we gaan even een aantal dingen zien. We hebben natuurlijk al een aantal filmpjes net voorbij zien komen. Maar ik denk dat we ook eens even moeten gaan kijken richting het verhaal van de koude aspecten. Hè? Het F-gasdeel, om het zo maar even te gaan noemen. Maar ook het in bedrijfstelling. Daar komen natuurlijk een aantal handelingen komen daarbij. Ja. En om daar eventjes nog even wat achteraan te doen, dan geven we nog wat extra parameters. Ondersteunt eigenlijk daarna direct eigenlijk ook met een filmpje, wat mijn collega dus in de praktijk ook heeft gedaan. Zo zien we eens even hoe dat echt in de praktijk allemaal gaat lopen. Dus dan gaan we daar eventjes naar kijken. Gaan we doen. Dankjewel. Installatieaspecten. Even de koude technische kant. Ja, dit vind ik wel een hele mooie om even mee te nemen. Want natuurlijk iedereen heeft stekpapier en weet wat die moet doen. En dan hebben we het zogenaamde schredenventiel. Wat is een schredenventiel? Dat is eigenlijk wat je op dat rechtse buisje daar ziet staan. Daar zit een afdekkapje op. Dat afdekkapje dat moet je er even afdraaien. En dan moet je daar, want het is een soort ventieltje wat erin zit, dan moet je dat even indrukken. En als het goed is, zit daar een overdruk van 2 bar in dat hele systeem met stikstof. En de bedoeling is ook even dat je hoort dat het er ook inderdaad uitkomt. Als je niks hoort, moet je hem eraf halen, want dan betekent dat hij lek is. Nou, op het moment dat dat inderdaad gebeurd is, dan is het wel de bedoeling dat je dat hele ventiel eraf draait. En niet, wat hier bij wijze van spreken ook een heel mooi voorbeeld van is, dat ze keurig netjes de koelleiding hebben aangesloten, terwijl het schredenventiel er nog tussenin zit. Wees niet bevreesd, dan heb je binnenkort mogelijk keren, heb je het einde van je compressor te pakken. Dus goed opletten, het schredenventiel. Even kijken of die overdruk inderdaad in zit door het kapje eraf te halen en daarna het hele ventiel verwijderen. Staat ook aangegeven op de toestellen. Je ziet ook remove it, staat er nog wel op en dan zit er nog netjes, zit hij er keurig op aangesloten. Dus eerst dat verwijderen, dan pas leidingen aansluiten. Nou, dat toch over leidingen hebben. Ik heb even 2 tabelletjes onder elkaar gezet met, je zit ook naast aan A, B, C hè, om aan te geven. Maar het belangrijkste is onder de A, is eigenlijk de minimale lengte. LGE's minimaal 3 meter lengte en bij de Mercurie's minimaal 5 meter lengte. Die moet je ook inderdaad in acht nemen. Daarnaast zie je dat je bijna 30 meter in de maximum kunt, behalve de LGE's 4 kW, dan kom je op 20 kom je dan terecht. Nou, die tabellen die staan er natuurlijk in. Kijk daar even naar en dan weet je ook wat je wel en wat je niet mag doen. Hetzelfde geldt ook een heel klein beetje voor het aandraaien. Nou, de mensen met F-gasfabrieken die weten dat wel. Pas op dat je hem niet te strak aandraait, maar afhankelijk van een koppeling, een kwart, 3/8 of half duims, zit er natuurlijk wat verschillen in. En de LGE's heeft 1 afwijking erin, zit alleen een 3/8. Verder is alles half duims en kwart. Hou even in de gaten dat je wel de juiste sterkte gebruikt om de moeren aan te draaien. In bedrijf stellen. De installatie is klaar, dus we gaan eens kijken wat doen we bij in bedrijf stellen. In bedrijf stellen, dan gaan we eerst een checklist doorlopen en kijken wat is er aan de hand. We gaan hydraulisch kijken. Heb ik geen lekkage? Is alles gevuld en ontlucht? Staan alle afsluiters open? Oké, prima voor elkaar. Volgende stap. Koude technisch. Heb ik geen lekkage? Is er goed gevacuumeerd? Heb je buiten de afsluiters openstaan in de machine zelf? Belangrijk. En dan natuurlijk uiteraard ook elektrisch kijken. Hoe is het met de voedingskabel van de buitenunit? Is dat prima? Is de goede zekering waar? De zijautomaat hebben we straks over gehad. Hou hem in de gaten. Heb je de ketel ook aangesloten? Het kabeltje ertussen, zodat die ook kan functioneren. En als er accessoires zijn, zijn die ook allemaal goed aangesloten. Nou,
We hebben daar ook een speciaal dubbel formulier voor. Je ziet er de foto erbij staan. Eigenlijk belangrijk voor een succesvolle installatie. Wordt meegeleverd bij de toestellen. Kijk daar even doorheen. Buiten dit gaan we de volgende stap doen. We willen hem in bedrijf nemen en hij wil gewoon niet. Als de aanvoertemperatuur onder de 20 graden zit, zal hij het niet doen. Dan gaat hij eerst de naverwarmer aan, de soort kattenverwarming die erin zit, om ervoor te zorgen dat het systeem omhoog gaat. Eventueel all-electric element, bij hybride de ketel even inschakelen. Je moet eerst zorgen dat we minimaal 20 graden hebben. Nou, zal dat over het algemeen gesproken zal dat wel redelijk goed gaan. Als het een lage buitentemperatuur is, heb hetzelfde verhaal. Als de temperatuur te laag is, dan moet hij eerst zorgen dat hij wat warmte in het systeem krijgt. Dan gaat de naverwarmer die eraan. En het kan wezen dat we een te hoge aanvoer of een te hoge retourtemperatuur hebben. Ook dan kan de waterpomp zijn werk niet doen, maar de naverwarmer wel. Dus mocht dat voorkomen, dan kan dat een van deze drie varianten kan dat eventueel zijn. En dan gaan we echt in bedrijf nemen. En natuurlijk hebben we daarvoor de Smart Start app. Dat is het makkelijkste om dat te gaan doen. Waarom? Nou, je sluit hem aan. Het eerste wat je doet is dat je akkoord verklaart met hetgene en dat je bewust bent van wat je hier gaat doen. Nou, dan moet je een vinkje onderin zetten. En dan wordt het mooi, want dan ga je namelijk keuzes maken. Wat heb je van afgiftesysteem? Radiatoren, vloerverwarming, misschien een mix van die beide. Is dat hè? Ik heb vloerverwarming. Als je vloerverwarming pakt, zegt hij gelijk erom. Oh, wacht even. Waar ga je het daarvoor gebruiken? Voor verwarming of voor verwarming en koeling? In dit geval alleen voor verwarming. Elke keer als je hier een keuze maakt, worden op de achtergrond de parameters van de ESO-automaat aangepast. En je hoeft dus niet een parameter aan te passen, je moet keuzes maken. Als je dat gedaan hebt, dan komt er een mooie situatie van, zou het wel werken? Er zijn drie testen. De eerste test die je gaat doen, heel simpel, de circulatiepomp laten draaien. Dan kun je gelijk op je app uitlezen of de voldoende flow is. Die minimale flow is een belangrijk aspect om mee te nemen. Ja, dat is goed. Oké, volgende stap. Ik ga de warmtepomp in bedrijf nemen. Dan voel je ook, de warmtepomp komt in bedrijf, de warmte gaat de installatie in. En je kunt ook aflezen wat de temperaturen zijn. En last but not least, de derde, de combinatie met de cv-ketel om te kijken of dat ook werkt. Heb je al die drie testen succesvol gedaan, dan betekent dat dat je het prima voor elkaar hebt. Ondertussen wordt er nog een keer gevraagd, joh, je hebt een heleboel dingen geconfigureerd. Wil je deze configuratie opslaan? Zou ik zeker doen als je bij wijze van spreken een aantal dezelfde woningen moet gaan installeren. Want dan kun je bij de volgende woning de opgeslagen configuratie naar voren halen. En dan kun je bijna vrijwel direct al beginnen met je testen die erachter zitten. Dus dat scheelt een heel stuk bij de inbedrijfstelling van meerdere met de gelijksoortige varianten. En als je klaar bent, dan zie je een compleet installatierapport. Al die parameters die ingesteld zijn, de waardes die erbij horen, die kun je opslaan, zou ik zeker doen. Maar je kunt hem ook direct op dat moment even naar de klant toe sturen. Nou, als je dat helemaal gedaan hebt, komt natuurlijk de vraag, hoe ga je hem dan koppelen met de toestellen? Nou, wij kennen het Smart Service Tool, die kennen we al jaren ook op de cv-ketels gebruikt. Eigenlijk is het een soort Bluetooth module. De device die je hebt, de telefoon of de tablet, is ook Bluetooth. Dus je koppelt die twee één keer aan elkaar. Je doet een stekkertje. In de ACE-automaat zit gewoon zo'n stekkeraansluiting zit daarin. En dan kun je communiceren. En iedere keer dat je die verbinding weer maakt, hij kent het toestel, dus je kunt er direct mee aan gaan. Dus met de Smart Service Tool en de Smart Service App is in bedrijfstelling eigenlijk een fluitje van de set. Waar ben je er dan? Nee, je moet nog wel eventjes iets op het display zelf doen. Onder andere, je ziet er ook staan, tarieven ingeven voor elektriciteit en gas. Zeker op dit moment heel interessant om dat even goed te gaan doen. En je moet ook nog even kijken naar stille modus. Wat betekent dat dan? Rechterkant even aangegeven. Bij de tarieven kun je dus ingeven een normaal tarief, een daltarief en een gastarief. Ik zou ze sowieso alle drie ingeven. Ook al heb je maar alleen een normaal tarief, doe een daltarief met een lage waarde erin. Want dat kan heel interessant zijn als je straks wat koppelingen gaat maken, ook bij wijze van spreken met PV-panelen erin, dat je eigenlijk dan automatisch de melding kan geven, ik heb nu eigenlijk een laag tarief elektriciteit, dus er zoveel mogelijk met een warmtepomp. Stille modus, die is standaard niet geactiveerd. Stille modus betekent eigenlijk dat je die dus kunt in- of uitschakelen. En je kunt bepalen vanaf welk moment die stille modus moet ingaan. Dat is eigenlijk die 40 dB grens, wat ik al zei, voor de nachtelijke situatie gezien. Die moet je dus inderdaad eventjes activeren. En je kunt zelf ook de starttijd bepalen en ook de eindtijd bepalen. Hoe ga je dat doen? Nou, het mooiste is als je eventjes op een knopje linksonder in het display drukt. Dat is eigenlijk de menu, hè, die ken je van de telefoon wel. En dan kom je eigenlijk in al die poppetjes en die dingen die erboven staan. Door aan die draaiknop te draaien, nummer 2, ga je naar het glaasje, eigenlijk het vergrootglas. De zoeker. En op dat moment, als je die indrukt, kun je gewoon je parameternummer ingeven. En automatisch kom je daarin terecht. Misschien een kleine tip.
Als ik even kijk bij tarieven, je ziet dat HP 0,62, 63 en 64 horen bij elkaar. Als je nou verstandig doet, dan geef je in HP 06 en de laatste een sterretje. Dan zul je alles direct in één scherm zien wat staat tussen HP 060, dus tussen 60 en 69. Dus dan heb je 62, 63, 64 direct onder elkaar staan en kun je ze heel makkelijk ook direct achter elkaar keuze invullen. Kleine tip. En last but not least, even ook bij de cv-ketel. Pas het vermogen aan, hè. Vermogen is veel te groot geven. Dus haal het vermogen van die cv-ketel naar beneden en zorg ervoor dat de maximale aanvoertemperatuur ook in ieder geval minimaal op die 70 graden komt te staan. En last but not least, natuurlijk even met de scan-app die we ook hebben. Even scannen, want je moet hem natuurlijk ook registreren voor je garanties. En dat doe je natuurlijk in Mijn Remea. En ik denk voor de meeste jullie wel bekend. De verschillende parameters voor de LGA-ACE worden ingesteld met slechts 3 knoppen. Ook kun je de LGA-ACE instellen met een app. Deze kun je downloaden uit de Google Play Store of uit de App Store. De LGA-ACE heeft diverse parameters die gebruikt kunnen worden om het toestel op de installatie in te regelen. Om deze parameters makkelijk terug te vinden, is er in het display een zoekfunctie geïntegreerd. In deze video laten we zien hoe je deze gebruikt. De instellingen voor land, taal, datum en tijd worden direct getoond zodra je de LGA-ACE voor de eerste keer opstart. Stel deze instellingen in zodra de LGA-ACE in gebruik wordt genomen. Voor het instellen van de stooklijn zoek je in het menu op parameter CP230. Nu kun je de helling van de stooklijn ingeven. De temperaturen die bij de verschillende hellingshoeken horen, vind je terug in de documentatie. Om de maximale aanvoertemperatuur in te stellen, selecteer je parameter CP000. Kies de maximale aanvoertemperatuur passend bij het afgiftesysteem en het type woning. De LGA-ACE kan op verschillende manieren schakelen tussen het gebruik van de warmtepomp en de ketel. Er kan hierbij gekozen worden tussen schakelen op basis van het beste rendement, kosten of CO2-reductie. De wijze van schakelen kun je instellen met parameter HP061. Selecteer je hier bijvoorbeeld kosten, dan is het belangrijk de kosten voor de verschillende energiedragers in te vullen. Dit zijn HP062 voor het elektriciteitstarief hoog, HP063 voor het elektriciteitstarief laag en HP064 voor de kosten van een kubieke meter gas. Raadpleeg voor de overige schakelmogelijkheden en bijbehorende parameters de documentatie van het toestel. De LGA-ACE heeft een stille modus. Deze kun je activeren via HP058. Via parameter HP094 geef je de starttijd van de stille modus in. Via parameter HP095 geef je de stoptijd van de stille modus in. Voor een optimale werking van het systeem is het belangrijk het maximale vermogen en de maximale aanvoertemperatuur van de ketel in te stellen. Bij een Remea ACE ketel doe je dit door parameter GP007 voor het maximale vermogen in te stellen. Met parameter CP000 stel je de maximale aanvoertemperatuur in. De maximumwaarde hiervan is 70 graden Celsius. Ja, duidelijk verhaal. Heel duidelijk verhaal. De rest me eigenlijk nog één vraag. Ja, hoe selecteer ik nou eigenlijk het juiste toestel in een bepaalde specifieke situatie? Ja, die vraag die krijgen we vaker. En daar hebben we eigenlijk een paar mooie digitale tools hebben daarvoor eigenlijk beschikbaar, om het zomaar even te doen. En daar kunnen we een heel verhaal over vertellen. Maar ik heb even mijn video vastgelegd om even te laten zien wat er is. Dus we gaan even naar dat filmpje kijken. Ja, dat is goed. Digitale hulpmiddelen.
Ja, eerst moet je zien dat je de klant gaat overtuigen. En dat betekent dat onder de consument, nummer 1, onder advies en service, daar staat de warmtewijzer. Ook direct te benaderen door remea.nl/warmtewijzer. En het enige wat hij vraagt, geef me even je postcode en je huisnummer. Daarna worden er allerlei zaken gevraagd die betrekking hebben op het aantal personen, wat voor badkamer enzovoort enzovoort. Heel eenvoudig in te geven, ook nog even in te geven wat is het gasverbruik en wat is het elektroverbruik en wat betaal je ervoor. En uiteindelijk komt hij met een advies en dat advies is altijd drie lijnen. Alleen een cv-ketel, nou, daar hebben we het even niet over. We kunnen kijken naar een hybride, dat is de middelste kolom die je ziet staan. En ja, helaas, all electric is nog geen optie voor deze woning. Nou, dan kies je de middelste. En op dat moment laat hij eigenlijk direct zien, wat kun je besparen en wanneer heb je de terugverdiend. Ja, begrepen, dat is een goede indicatie die je hier natuurlijk wel gekregen, maar dat is een 4 kilo wat hij aangegeven is. Kan het ook een 6 zijn? Nou, als je dan eventjes op die mooie blauwe balk drukt, dan krijg je een keurig netjes overzicht naast elkaar te staan tussen de 4 en de 6 kilowatt. En dan zul je heel vaak zien dat 4 kilowatt eigenlijk meer als toereikend is en dat 6 eigenlijk niet zo heel veel meer bijbrengt. Is ook een beetje afhankelijk van het gasverbruik. Maar een hele mooie variant en de klanten kun je meenemen en zeggen, oké, nou, dit is het. En je ziet ook, hè, de ene onderste regel, een prijs vanaf. Ja, bedoel, dat is gewoon een standaard installatie, alleen een aftrek van de subsidie. En we willen eigenlijk de klant een stukje verder helpen. En dat kan ook, want we hebben namelijk nog een tweede variant, specifiek voor jullie als installateur zijn. Ga naar de zakelijke kant erin, dan even kijken naar installateur en uiteindelijk naar de warmtepompwijzer. Als je dat doet, kom je op deze site terecht. En nog steeds de mogelijkheid om de warmtewijzer te starten. Als je die warmtepompwijzer start, moet je allerlei vragen gaan invullen. Maar je weet wel welke variant je wil. Mercuria 6 kW, dat was degene die eigenlijk hier bij ons uitkwam. Dan ga je naar systemen, die klik je aan de linkerkant. Dan ga je een selectie maken. In die selectie dus, ik wil een hybride, is aangeving. Ik wil een 6 kilowatt. Ik wil een Mercuria Ace. En de bestaande cv-ketel handhaaf ik. Uiteindelijk blijft er één systeem over. Je ziet hem bovenin staan. Klik daarop. Dan wordt het plaatje groter. En dan zegt hij, ik heb standaard voor jou geselecteerd. Een binnendeel, een buitendeel, een IT-bestelmoestaan en opstelbalken. Bijna goed. Ik moet aan de muur komen te hangen. Dat is niet erg. Selecteer het systeem, die grote gele balk. En dan kun je op het buitendeel en op het binnendeel kun je klikken. Ik heb het buitendeel geklikt en wat zie je dan? Opstelbalken. Nee, niet. Die moeten we niet hebben. Dus die doen we uit, want dat is de bedoeling naar een wandbeugel. Dan kun je de wandbeugel in dit geval selecteren. Klik je op het binnendeel, dan zien we de eatwish regelen, dat is prima. Oh ja, nee, er moet wel een buffervat bij. Ja, dat is de eentje die alleen in de retour. Dus een 25 liter is voldoende. Zet je die aan. Dat betekent dat hij in de berekening dit allemaal standaard mee gaat nemen. En als je dan klaar bent, dan krijg je een fantastisch mooi overzicht. Alle artikelnummers onder elkaar, prijzen, ex-BTW, niet interessant, de laatste kolom, de prijs inclusief BTW. Pas op, dit is prijspeil juli dit jaar. Ik kan er bijna niet bij houden zo snel als die dingen variëren, dus geef de goede getallen allemaal in, dan krijg je de juiste waardes op de site bij ons. En wat zegt hij dan? Ruim 6000 euro, bruto prijs inclusief BTW, maar de installatiekosten moeten er nog bij op en de subsidie van 2850 euro. Die moeten er vanaf. En ik denk dat jullie best een inschatting kunnen maken wat de installatiekosten zijn. Verreken die dan met die subsidie. En dan heb je aan de klant een prijs waar je eigenlijk moet zeggen, nou, dat kan een keer een 10 euro aan markeren. Maar veel meer zal er niet aan markeren. Een hele mooie variant, speciaal voor jullie erin. De warmtepompwijzer. Doe er je voordeel mee. Kortom, Remea Hybride. Het is niet moeilijk. En we zijn met elkaar op de goede weg. Samen gaan wij met z'n allen die hele energietransitie gaan wij vormgeven. Dank voor jullie aandacht tot zover. Zo, even gezien wat de mogelijkheden zijn van de digitale tools. Alleen, ik heb nog een extraatje voor jullie. En met name natuurlijk heeft dat te maken dat jullie natuurlijk vanavond bij Renza natuurlijk te gast zijn. Dat betekent namelijk dat je de warmtepompwijzer, die kun je ook benaderen via de site van Renza. En daar kun je het beste van gaan, je ziet dat eigenlijk ook al op de sheet, genummerd daarin. Eerst even natuurlijk naar Professional, want dat zijn jullie uiteraard. Dan ga je naar Configuratoren en Tools. Dan heb je daar keurig netjes staan de warmtepompconfigurator. En dan zie je desonder een hele mooie blauwe balk staan. Ga naar de Remea warmtepompwijzer. Dan kom je dus inderdaad terecht, wat je net op het videootje ook hebt gezien. En helemaal aan het eind, dan zag je het overzicht van al die artikelnummers die erbij staan. En op het moment dat je daar bent, dan krijg je balkje nummer 5 in beeld te staan. En die zegt ook geen producten aan de Renza winkelwagen toevoegen. Druk daarop en je hebt ze automatisch in je winkelwagen liggen. Ga je terug naar de website van Renza weer en is alles eigenlijk al klaar.
Dus ja. Zo simpel is dat. Ja, makkelijker kunnen we het eigenlijk niet maken. Nee. Nee. Ik heb nog één vraag binnengekregen. Die wil ik je even stellen. Kan een hybride gebruikt worden zonder een ketel? Dus enkel als een primaire opwekker? Want ze schrijven hierbij dat de backup is een houtkachel. Ja. Nou, in theorie zou dat kunnen. Om die te doen. Je kunt bij wijze van spreken zeggen van ik zou hem af willen doppen. Hè? Dan moet je twee dopjes indraaien. Dan heb je die ketel niet nodig. Wat ik zou doen, ik zou daar wel op een gegeven moment gewoon die ketel bij aanhangen. Die ketel hoeft niet mee te doen. Alleen denk er dan eens even over na dat je eigenlijk een buffervat bij gaat nemen en die ga je vierzijdig ga je die aansluiten. Dat betekent eigenlijk de warmteopwekker aan de ene kant en dan eigenlijk de afnemer aan de andere kant. Als je dat vat iets groter kiest, kun je ook vaten in de handen krijgen waar spiralen bij in zitten. Dus heb je dan bij wijze van spreken ook een houtkachel met een wisselaar eventueel erin of wat dan ook, dan kun je eigenlijk ervoor zorgen dat die warmte ook nog door die spiraal in gaat, dat vat eigenlijk gaat verwarmen, hoeft de warmtepomp dat met ook niet eens meer te gaan doen. En daarmee kun je ook nog je installatie gaan doen. En als je dan nog een stapje verder wil gaan, PV-panelen, dat is ook altijd een punt waar het komt, je zou ook nog kunnen kijken of er nog een mogelijkheid is om juist in zo'n boilervat nog een elektrische elementen bij in te nemen, zodat je overtollige energie vanaf je PV-panelen, dat je die eigenlijk daar ook nog in kwijt kunt. Maar nog, dan moet het buffervat natuurlijk wel wat groter zijn. Ja. Ik heb nog een vraag. Als zoveel ketels in vermogen te hoog staan, waarom worden ze dan niet af fabriek in een lager vermogen geleverd? Dan moet ik zelf het juiste vermogen in gaan stellen. Ja. Dat is een mooie vraag. Dat is een strikvraag. Ja, hè? Nou, om heel eerlijk te zeggen, als je kijkt wat op dit moment natuurlijk een tendens is, dat is, men gaat natuurlijk bij de particulier kijken, wat voor configuratie heb ik in mijn badkamer? En heel vaak komt daar dus voor dat ze daar veel water voor nodig hebben. Dus kiezen wij een combiketel met een groot vermogen. Eigenlijk is dat niet zo'n gelukkige keus. Maar ja, die ketel die kan dan rustig tegen, die kan tegen pendelen. Eigenlijk had hij dus een kleinere vermogenketel moeten kiezen, dat is punt 1, met een boiler erbij, want dan heb je veel warm water met een veel kleiner toestel. Dat heb je nu niet, dus wat doen wij al af fabriek? Wij zetten alle ketels al op een lager vermogen. Maar als ik dan kijk naar een CW5-ketel die heel veel werd geplaatst, dat we dan een ondergrens hebben van 7 kilowatt, en dat we uiteindelijk omgeven de maximale transmissie in die woning hebben als het min 10 is van 8 kilowatt, ja, daar kan ik hem een hele in terugzetten. Maar eigenlijk in theorie is die ketel dus veel te groot. En shame oh shame, daar zijn er heel veel in Nederland die op die manier staan. En dat betekent, we zeiden straks, 30-60% hybride ten opzichte van je transmissieverlies. En de ketels zijn tot 600% groter als het warmteverlies. Ja. Maar ja, die kunnen tegen pendelen en dan kan die warmtepomp niet. Ja. Dus vandaar. Ja. Nou, goede vraag. Kijk, dan gaan we nog naar één sheet ter voordat we gaan afsluiten. En dat heeft te maken met de RENSA in bedrijfstelling. En dat gaat over het F-gassen verhaal. Zowel de Elga als de Mercuria Ace moeten uiteindelijk koeltechnische handelingen voor plaatsvinden. Via RENSA.nl kunt u bij 1 staat diensten. Daarna bij 2 in bedrijfstellingen. Daar hebben wij een dochteronderneming van ons die de koeltechnische handelingen voor de installateur kan uitvoeren. Dus heb je daar vragen over, stel ze gerust op het verkoopkantoor of bij je vertegenwoordiger. Want we kunnen u helpen met de koeltechnische handelingen. En ga ik spieken nog even snel of nog een vraag is. Nee, we zijn ook door de vragen heen. Dan ga ik afsluiten. Het was een volle training, ruim een uur bezig geweest, goede video's. Het was ontzettend leerzaam. Wij zullen iedereen die deel heeft genomen aan deze training krijgt nog een link om de training later nog een keertje terug te kijken. Later zal die ook nog op RENSA.nl verschijnen. Dan kunt u hem daar ook nog een keertje zien. Ja, Dick, mag ik jou enorm bedanken voor je aanwezigheid, voor je heldere verhaal hier, maar ook de video's. Prachtig gedaan. Dank je wel. Gedaan. En dan ben ik natuurlijk Ronald en Jorre achter de schermen. Ze hebben hard moeten werken om alle vragen te beantwoorden. Dus jullie ook dank je wel. En uiteraard de kijkers thuis, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Fijne avond.